Hartelijk welkom bij Haaglanden Voetbal Vandaag, met in deze editie. SV Oosterheem ontvangt fraaie geldprijs, regio-speelsters in selectie Oranje-Leeuwinnen en ADO-coryfeeën bijeen bij Lustrum Diner Pensionado's. Drie speelsters uit de regio zijn door bondscoach Arjan van der Laan geselecteerd voor de oefenduels tegen Schotland en Duitsland. De Delftse Linette Berestijn en Renate Jansen, nu spelend voor FC Twente, zijn uitgenodigd. Evenals Mandy van den Berg uit Schravenzande, nu actief bij FC Liverpool. SV Oosterheem heeft afgelopen zaterdag een prijs van 1000 euro in ontvangst mogen nemen, die de club heeft gewonnen met contactloos betalen. De prijs werd op het complex van de club in Zoetermeer overhandigd aan voorzitter Jules Lieveld door Marit Harte van Glow en Arnoud van Tol van ING. Afgelopen vrijdag vond een bijzonder Lustrum diner plaats van de pensionado's in de Rokerij in Scheveningen. Veel bekende ADO-gezichten uit hun ver en recenter verleden waren aanwezig. Aad de Mos had de leiding bij een forumdiscussie en verder was het veel herinneringen ophalen. Haaglanden Voetbal was erbij. Kijkt u naar een reportage. Dus tijden niet gezien heb, die staan weer voor je voeten. Je moet af en toe even op je achterhoofd krabbelen. Want potverdorie, hoe heet die nou ook alweer? En totdat je een hint krijgt en dan, ja, dan, weet je, dan schiet het weer te binnen als de dag van gisteren natuurlijk. Commissarismateriaal, s'morgens vroeg om 6 uur op het veld. En dan gaan keuren. En Bart Nijhuis, voor jullie wel bekend, de trein net vroeger. Bas Sloof, zand strooien. En dan in de kantine bij Jaap Hollover en bij Thijs van Leeuwen. En dan gingen we kijken naar het kaarten zaterdagsmiddags. Voor die 10 jaar ouder was, die in het eerste aantal terecht kwam, 1942 al. En heeft in dat seizoen 42-43. Heeft hij als 16-jarige en later als 17-jarige heeft hij de kampioenschap meegemaakt. Angsttekenaar van heel veel ploegen. Het Zuiderpark was iets magisch. Top. Ik bedoel, ik kom jongens tegen waarmee ik meer dan 6 jaar gevoetbald heb. En het is meteen alsof je helemaal niet weg geweest bent. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen, want dan zijn we er weer.